Een hele goede. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is maandagochtend. En je ziet het goed. De bar is vol met schoolbenodigdheden, bekers drinken, brood, fruit en een lekker ontbijt. Luan, Lucilla en Luxie gaan alle drie naar school. Ja, laatste weekje, jongens. Laatste weekje, maar Lucilla, wat zie ik nou dan? Hè? Ga jij zo naar school? Ga jij gewoon in je pyjama naar school? Ja. Waarom dat dan? Hebben jullie pyjama dag? Ja. Nou, dat is wel heel leuk. Deze knuffeltjes neem je dan mee naar school? In je pyjama. Nou, ik ben een Lucius, hè, vriend. Ook geslapen, jongen. Heerlijk, man. Ze hebben bijna het vlakje rondgeslapen. Afgestroppen? En Luxie toch? Dat vlakje rondgeslapen. Heb je lekker geslapen, Luxie? Zin in school? Ik heb baby mee en mijn knuffel. Oh, jij hebt baby mee en knuffel? Ja, en Lucille mag dat ook. Lucille mag dat ook. Het is de laatste week, hè? Ja. Want vrijdag begint de zomervakantie. Oh. Nou, aan de zomervakantie ga ik dan samenlessen. Ja, na de zomervakantie gaan we zwemlessen. Dat klopt. Maar we gaan eerst de zomervakantie met z'n allen genieten. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons? Nee. Nou, Luxie, wat ga je doen? Luxie gaat helpen. En afwassen. Luxie is lekker op afwassen. Toppie hoor. Dus je houdt hem afwassen. Kijk, en papa die kan heel veel doen. Want ik heb kleine lusjes op de arm. En hier en dan vind je die wil helpen. Hé, jongen. Wil jij ook helpen met de vaat? Ja. Nou, jong geleerd is oud gedaan. Kijk maar. Lucilla, die gaan naar... Waar gaan jullie heen, jongens? Gaan jullie naar familie Konijn? Ja, wij gaan naar de dierentuin. Dat hebben ze gespokkeld. Dat is het eten van gisteren, toch? Ja. Nou, dat is perfect voor de konijnen. Dit is schattig. Alles goed met de konijnen? Zeker. Ja? Zo schattig. Ze zitten allemaal met z'n allen in de bak. Kijk, de deur is gewoon open om naar buiten ja, te gaan. Ja, ze kunnen lekker naar buiten. Ja, maar ze willen eerst eten natuurlijk, hè? Goedemorgen, Peppy. Oh, hier ligt ook heel goed. Goedemorgen, Kokkie. Maar Peppy en Kokkie, die snappen wel dat ze hier moeten komen. Ja, er zitten inderdaad al best wel wat keuteltjes in. Alleen, ja, het zijn de babytjes, hè, die het nog niet helemaal snappen. Nee. Maar daarom moet je ze even... Ja. Het oude huisje zit ook heel ja, goed. Daar moet je even, schep dat maar op en dan doe het maar in die bak. En dan leggen we dat in die waar ze nu zitten te eten. Ja. Dat ze gaan snappen dat ze daar poepjes moeten leggen. Heel goed. Ja. Nee. Is het zo gezellig weer hier? Nee. Allemaal weer lekker te eten. Poppie. En hier ook. Hier, we hebben lekker aan het eten. Kom eens. Kom maar. Peppy die heeft het alweer op. Je denkt, ik ga weer lekker rondhuppelen. Kijk, het staat open. Doei, ik ga naar buiten. Ja, dan gaat ze naar buiten. Hoppatee. Lekker buiten spelen, Peppy. Kunnen ze vandaag weer lekker buiten spelen. Kijk, mama, ja? Lekker, Peppy. Ja, kan je er zo overheen, hè? Dat is handig, ja. En dan kan ik ondertussen zijn Luan en Lucilla Luxie lekker op school. Heeft deze jonge man alweer een lekker slaapje gedaan. En dan ga ik de brief wat vertellen. Waar heb je over gedroomd? Oh, echt waar? Hij is heel schattig. Hij praat nu heel veel met dat hij zwaait. Dan zegt hij, dag. Ga je zwaaien? Dag. Zie dat handje? Het is zo schattig. Hij zwaait naar alles en naar iedereen. Maar wat wilde ik zeggen? Oh ja, vandaag jongens gaan wij een missende scène nog opnemen. Kijk, papa zit daar, of Daniel zit daar nog even te werken. Ja. Even telefoontjes nog even te doen. Maar we gaan de zwemtas inpakken. Want we hebben nog een missende scène wat wij nog niet hebben opgenomen. Dat wisten we uiteraard hoor, van tevoren. Dit is namelijk een scène die eigenlijk gevlogd is vanuit onze eigen hand. En dat gaan we vandaag opnemen. En deze scène speelt zich af in het zwembad. Dus vandaar dat ik even de zwemtas ga pakken. Kijk, deze super fijne zwemtas die ik een keer van jullie heb gekregen. Die gebruik ik eigenlijk altijd, de zwemtas. Omdat die zo lekker groot is en alles erin kan doen. En er ook nog iets beter uitzie als een boodschappentas die we eigenlijk ook wel eens hebben. En waar ook niks mis mee is hoor. Maar ik ben gewoon blij met de tas die ik voor jullie heb gekregen toen de tijd. Ga ik even de zwemspullen inpakken. Neem Lucius heel eventjes mee hierheen. Kijk. Hier hebben we zwemspullen zitten. Liggen. Zitten niet, liggen. Oh,
Eurotocht. Kom hier, mama. Kom hier. Oh, waar is jouw zwembroek dan? Waar is jouw zwembroek? Moeten we jouw zwembroek ook meenemen? Deze neem ik mee. Mijn bikini, die heb ik al aan. Ik heb deze bloemetjesbikini vandaag aan. Andere zwemhanddoek even mee. Ik heb altijd voor Liesje zo'n capehanddoek. Dat is heel schattig, dat is een nijntjehanddoek. Maar er zit zo'n muts aan. En dan had ik, vroeger had ik dat eigenlijk altijd. Ook voor Luan en Lucilla, voor Luxie heb ik dit ook nog gehad. Maar op een gegeven moment groeien ze eruit. Weet je wel, dat de handdoek groter is dan zo'n cape. Maar voor Luusjes heb ik wel altijd zo'n cape. Lekker. Snel even omdoen als je uit het water komt. Deze handdoek nemen we mee. Moet die andere nog heel even zoeken. Badkleding nemen we mee. Even kijken. Zwembroek. Deze. En even kijken. Luxie die heeft dit zwemvestje aan. Luxie die gaat na de zomervakantie gaan we met haar naar zwemles voor de eerst. En ze heeft tegenwoordig al dit leuke zwemvestje aan van de zwemles van Lucilla. Die heeft Lucilla natuurlijk al heel de tijd niet meer om. Maar Luxie die past die op dit moment nu. Dus die wil ze graag aan. We hadden voorheen altijd dat roze bandje. Weet je nog wel? Dat die voor zo zit en dan met die banden, ja, die makkelijk omklip. Ja, ik zeg het heel verwarrend, sorry. Maar dat bandje, dat zijn we kwijt. Op een of andere manier, ik kan hem nergens meer vinden. Ik denk dat ik hem ergens een keer heb laten liggen bij een zwembad. Kan niet anders. Ik heb alle hoekjes afgezocht. Nou ja, en toen kwam ik dus dat vestje tegen. Toen zei ik tegen Luxie, oh, je kunt ook dit vestje wel een keer proberen. En sindsdien vindt ze dat vestje dus heel erg handig. Luxie is heel erg watervrij, zoals jullie wel eens hebben gezien in de vlogs. Maar ze zwemt al natuurlijk al best wel veel. Ook toen we met Luan en Lucilla naar zwemles gingen. Soms ook altijd met ons mee. Waardoor ze echt super watervrij is. Die durft echt alles in het water. En die springt en die doet. En die doet eigenlijk van alles in het water. Waardoor dus dat vestje haar heel erg vrij maakt in het water. Ze kan ermee duiken, mee zwemmen, mee doen. Ze heeft natuurlijk al wel wat kracht in haar armpjes. Dat ze zichzelf goed boven water kan houden. En ze vindt het gewoon heel fijn om met dat vestje te zwemmen. Dus ik had zoiets, nou prima. Dan gebruik je gewoon lekker dat vestje. Ik had ook nog wel van die plastic blaasbandjes. Heb ik er ook een keertje omgedaan. Maar dat vond ze heel pijnlijk zitten aan haar armen. Dat was natuurlijk ook helemaal niet gewend van dat andere vestje. Dus vandaar, als jullie afvragen waarom zij dus dat zwemvestje om heeft. Dat is dus de reden. Hier ga ik even kijken of ik nog wat zwemkleren kan vinden. Ik zit hier te kijken tussen de zwemkleding. En ik realiseer me opeens dat ik laatst had ik die twee nieuwe badpakjes voor de meisjes gekocht. Dat is misschien wel leuk om die aan te doen. Ook omdat het voor in de film is. Is het misschien wel leuk om die te gebruiken. Hebben best wel wat andere badpakjes en dingetjes nog hoor. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die van vorig jaar merk ik dat ze bij Lucilla en bij Luxie best wel strak beginnen te zitten. En dan kan Lucilla, haar badkleding kan weer voor Luxie. Alleen dat past nog net niet, zeg maar. Dat is dan weer iets te flubberig. Dus vandaar dat ik die badpakjes had meegenomen. Toen ik laatst toch in de winkel was, dacht ik, oh wat leuk. Even van die meeneembadpakjes had ik van de HEMA vandaan. En ook voor Luan zo'n grote zwembroek. Een grotere zwembroek. Maar ik heb die dan weer ergens neergelegd. Waar Joost mag weten waar. Vaak leggen we hier wat zwemkleding te drogen als we uit het zwembad komen. Vandaar dat hier ook wat zwemkleding ligt. Maar ik heb het al gevonden. Want ook hieronder hebben we wat dingetjes liggen. Deze voor Luan. Kijk, en deze leuke badpakjes voor de meisjes. Neem ik die mee. Kunnen ze daar lekker mee in het water plonsen. Het is overigens niet, we gaan niet met z'n allen lekker vrij zwemmen of zo, zeg maar. Het recreatiebad is ook niet open. Nee, dus het gaat puur om... Wacht even, ik zit jullie even ergens anders neer. Zo, kijk, hier zit ik even wat beter. Ach, de shit, ja, ik kruip erop. Wat is dat, jongen? Het gaat namelijk om de duikplank bij het zwembad bij ons in Zwolle. Hebben ze een hele mooie grote duikplank van 10 meter hoog. En daar gaat Daniel vandaag vanaf duiken, of in ieder geval springen. Dat zit namelijk in onze bioscoopfilm. Dat wat jullie allemaal wellicht kunnen gaan spotten in een bioscoop. 3 augustus draait hij. Dit shot hadden we eigenlijk nog helemaal niet. Ik ga iets naar achter zitten hoor. Wacht even, ik wil hem iets naar voren. Het is heel leuk dat hij daar zit, maar... Oké, okay, dat ik een beetje vasthouden. Dit shot hadden we nog niet opgenomen. Dat komt omdat we het zelf namelijk gaan vloggen. Het is dus een vlog in de film, zeg maar. Een stukje vlog in de film. Er zit dus ook geen grote cameraploeg bij. De regisseur die komt trouwens wel. Martijn, die de film heeft geschreven, die het verhaal heeft bedacht. Die komt wel even meekijken, omdat natuurlijk wel een bepaald soort... Hè, om te kijken of ik het goed heb gefilmd, laten we het daarop houden. Dat we straks niet hebben van, oh nee, het past niet goed in de film of zo. Dus daarom komt hij wel mee. Wat gaan we doen? Zal ik iets pakken voor jou? Oh, wat is dit dan? Die is mooi. Dus vandaar dat we vandaag terecht
kunnen in het zwembad in Zwolle, waar we eigenlijk altijd ook zwemles hebben en zo. Die hebben namelijk een super fijne duikplank en daar mogen we vandaag van afduiken. In ieder geval, Dario gaat er van afduiken. En wij gaan het een soort van filmen, vloggen zeg maar. En dat komt dan in onze bioscoopfilm. Hiervoor is het zwembad even een half uurtje beschikbaar gesteld voor ons. In het zwembad, omdat we anders met andere mensen ook in beeld zitten. En die zitten dan ook in de film, dat is niet handig. Dus vandaar dat we even alleen in dat stukje zwembad mogen filmen om dat duikshot op te nemen. En dat gaan we straks doen. Uit school, dus nemen we de kinderen mee. En dan gaan we naar het zwembad toe. We zijn allemaal ook in de badkleding. Goed is het dan? Wel. We gaan dan allemaal naar het zwembad. We zijn dan ook allemaal in de badkleding. Want we zijn in de vlog een dagje zwemmen, zeg maar, met ons gezin. Dus we zijn allemaal in de badkleding. En Daniel die gaat op een volgens mij hilarische manier van de duikplank af. En ik weet ook niet of dat allemaal goed afloopt. Nee, daar staan. Wat gaan we doen? Deze jonge man die klimt overal op, jongens. Die moeten we in de gaten houden, joh. Wat ga je doen, jongen? Wat ga je doen? Ja, is niet handig zo. Oh, ja, dan haal ik hem er weer af. En dan vindt hij het natuurlijk niet leuk, want hij wil klimmen. Maar ja, hij ziet natuurlijk nog niet altijd de gevaren. Die moeder dan wel ziet. Ik denk, woehoe. Hij denkt, laat me nou. Ik vond het leuk erop klimmen. Kennen ouders dat? Dat je kind van allerlei dingen wil ondernemen, omdat hij nog niet echt ziet, hè? Waar hij allemaal heen gaat. Hij denkt, ja, ik wil lekker klimmen. Ik wil er bij de wereld in. Floep. Maar aan moeder denk je, oeh, kijk uit. Hoe, pas op. Oeh, kijk uit. Moet je niet altijd doen natuurlijk, want dan denkt je kind... Dan weet je kind dat alles gevaarlijk is. Maar ik betrap mezelf er nog wel eens op. Dat ik denk, oeh, kijk uit, oeh, pas op. Maar ik denk, oh nee, nee. Het is ook wel goed om niet expres je kind te laten vallen natuurlijk. Je moet hem wel behoeden voor bepaalde dingen. Maar het is niet altijd erg als hij even een ja, weet je wel, dat hij even door zijn knieën gaat. Omdat hij daar ook van leert natuurlijk. Maar ja, hè, je instinct, als moederinstinct heb je altijd, oeh, pas op, oeh, kijk uit, oeh, kijk uit. Ik moet mezelf daar soms een beetje op inhouden. Want hij wil gewoon dingen ontdekken. Dat is het gewoon. Ja, je wilt gewoon dingen ontdekken. Ja, Ga je mee naar het zwembad? Moet hij jouw zwembroek ook nog meenemen? Waar is jouw zwembroek dan? Waar is jouw zwembroek dan? Hé, hey, zullen we even gaan zoeken? Bij het zwembad. Zwembad, ha. Nou, goed jongens, dat was even de update van wat we straks gaan doen. Dus wat ik nu ga doen is even alle kleren pakken, zwemspullen pakken. Wat we zo meteen nodig hebben. Daniel die moet een rode zwembroek aan voor in de film, jongens. Ja, de bekende rode broek, maar dan als zwembroek. Een beetje een knipoog naar Daniels rode broeken die hij altijd draagt. We hebben dus een rode zwembroek die hij mee heeft. Ik ga hem even in de gaten. Ik vind het altijd nog een beetje eng met het zwembad, hè. Waar ga je naartoe? Gaat hij daar naartoe? Hier, jongen. Maar ja, jullie zien alweer dat we alle kanten op vliegen met deze jonge man. Ja. Ja, jongen. Kom, we gaan verder. We gaan jouw zwembroek even zoeken. Waar is jouw zwembroek? Zo. Ondertussen zitten we even lekker aan een bordje brood met pindakaas. Dat vindt hij ook lekker, hè? Dat vindt hij lekker. Ja, ik doe dan wel die grote korstjes er zo af. Want anders is het te veel voor hem voor het kauwen. En dan van die kleine plukjes. En dan eet hij dat zo lekker op. En het korstje doet hij zo het knuisje. Hé? Nu vind je lekker. Ja, pak maar weer een stukje. Dat is lekker. Dat is lekker. Een lekker boterhammetje met pindakaas. Met Soraya en opa en oma. Ja? Ik ben bezig met de filmpremière gastenlijst. Ik ben nu naar de Dutch Filmworkshop toe om de uitnodiging te sturen. Maar ik moet even dubbel checken met jou dat ik niemand vergeet. Het zou zo lullig zijn dat ik die niet iemand vergeet, ja. Oh, wie? Tante Suus en Lara. Oh ja. Kijk, Lara. Benno, de ramenwasser. Ja. Tipje. De buurman. Ja, de buurman heb ik al erin staan. De schilder. Matthew, die ook al in staan. Ja. 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 Papa, zeg je papa. 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 Ja, Daniel is even bezig met de gastenlijst van onze bekenden, zeg maar. Die we willen uitnodigen op de première. En die krijgen dan een professionele uitnodiging vanuit het filmgebeuren. Ja. Dus vanuit de Dutch Filmworks. Ja, die doen dus die uitnodiging verzenden. Hebben ze natuurlijk zelf ook al wel uitgenodigd. Maar dan krijgen ze ook een officiële uitnodiging van de filmproducent. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Dus dat is daar nog even aan doen deze ochtend, jongens. Ja, lekker ja. Puzzeltje. Ja, leuk puzzeltje, ja. Dat komt goed. Ja, leuk. Het is eigenlijk gewoon een soort van een uitnodiging voor ons feestje. Want zo voelt het ook wel, de première. Feestje, nou, nee. Première feestje. Dat is ook wel bijna, hè? Heel mooi...
Heel wel spannend mooi, hoor. Ja, ervaring toch? Dat we dit zeker. En als dit de laatste scène is, dan kunnen ze aan de edit. Ze zijn al druk aan het monteren, ja, de film. Af en toe krijgen we wel eens updates van, oh, het ziet er zo leuk uit. We zijn nu dit stukje aan het editen. We zijn nu dit stukje aan het monteren. Maar we missen nog het zwembadshot. Het filmpje waarmee we wellicht misschien iets winnen. Hè, dat is nog even de vraag. Ja, absoluut. Maar ja, dat gaan we vandaag dus doen. En jongen? Ja, papa gaat van de grote duikplank. Heb je er zin in? Ja, spannend. Nou, ik ben eerst van duikplank. Nee, hij zei net al tegen mij. Eigenlijk vind ik het duikplank wel een beetje eng. Maar je bent wel vaker van de duikplank geweest. Jawel, maar ik loop wel in één streep door. Want op die duikplank gaan staan en naar beneden kijken. Dan moet ik dus in één streep van de bank. Maar ja, dit is voor een scène in de... Kijk, we vloggen natuurlijk gewoon één take, zeg maar. Een vlog is een vlog. Ik druk de camera aan op het knopje en het loopt. Het filmt gewoon wat op dat moment gebeurt. Ja, het staat bij ons in één keer op de band. Het staat bij ons in één keer op de band. Ja. Maar dit is een stukje wat in de film moet. Daarom komt Martijn, de schrijver van de film, die komt dus ook om te kijken of het goed gaat. En anders moet je misschien wel nog een keer... Martijn op de nog 10 minuten. Zegt Martijn, jij moet toch nog een keer vloggen. Dan vloggen we eigenlijk met actie. anders vloggen dan... filmvloggen noemen we net. Maar we hebben extra zenuwachtig. Ja, sorry. Kun je even voorzeker het lijstje naar? Voor iedereen hebben, hè? Niet afleiden, ja. Ja, ik zal je verder niet meer afleiden. Ik ben de eten nog even... Oh, geen nietjes eten, hè? Heeft hij weer wat gepakt? Nee, die niet. Oh, nee. Je broodje. Oh, dat is een lekker broodje. De afleidingsmanoeuvre. Dat trapt hij niet in. Heb je nog wat anders wat hij wel mag? Ja, oh, die is mooi. Waar is hij nou? Kijk eens, broodje. Nee, ik weet dat hij daar ligt. Koekoek. Wist je dat hij daar lag? Oh, boefie. Met een boef. Kijk eens wat we hier nog meer hebben. We hebben hier ook nog een speelgoedmand. Even kijken. Er zit vast ook wel wat in. Oh, dit is leuk. Nee, dit is niet leuk. Dit is... Pop. Dit is leuk. Zie. Vind je die niet leuk? Dan wijst hij met het vingertje. Hij wijst gewoon tegenwoordig wat hij wil. Super handig natuurlijk. Dit. Dat is een leuk potje. Ja, dat is een leuk potje. Dat mag je wel. Hier. Zo. Nou. Eten we nog even het broodje op. Hé, en dan gaan we zo Luan Lucilla Luxie ophalen. Ja, dan wilt hij naar die man toe. Ga er maar naartoe. Ja. Kijk hem aan met die grote blauwe ogen. Ja, loop maar naar je mand. Daar kan je je speeltjes uit halen. Zo, deurtje op slot. Nou, en alle spullen gepakt. Ja, zwemmand mee. Krokodil mee. Dusjes mee. Gaan we eerst de Lucilla Luxie ophalen van school. En dan op naar het zwembad. Kijk eens wat een gezelligheid we achter in de auto. Hé jongens. Was het op school? Leuk. Leuk. Luxie, ja, Luxie had een feestje. Lucilla was pyjama dag vandaag, dus we hadden alleen maar films gekeken. En Luan was ook lekker aan chillen in de klas, ja, hè? Ja, wij hebben donderdag. Jullie hebben donderdag pyjama dag. Ja, het is de laatste week voor de zomervakantie. Dat doen ze in de klas niet zo heel veel meer. Dus we hadden gewoon lekker de hele dag een beetje aan chillen. Ze waren school aan het opruimen, zeiden ze. Ze waren aan het poetsen en dat soort dingen. Maar we gaan lekker naar het zwembad, jongens. Een keer niet voor zwemles, maar een keer voor de shot van de duikplank. Dat doet me echt denken aan het zwembadritueel. Ja, dat doet me ook denken aan het zwembadritueel. Ja, maar jongens, ik zal jullie wat verklappen. Papa, die durft niet van de duikplank. Die durft niet zo heel hoog. En weet je waarom niet? Het recreatiebad en het hele zwembad is gesloten. Dus dat betekent dat ik alleen met jullie en de badmeester van de hoge duikplank moet. Dus alle ogen zijn op mij. Want we hebben precies nog een gaatje gevonden tussen de borstkrolzwemmers die hierna komen. Er is ook geen recreatiebad, is ook niet open vandaag op maandag en dat soort dingen. Nee. Dus even een gaatje dat we dit mogen filmen voor in de film. Het hoeft niet van het duikplank, maar kijken naar papa. Goed? Luxie. Luxie, maar wel een blaasje. Ik van de lage duikplank. Ja. Dat mag wel. Ja. En ik heb in de achterbak een krokodil mee. Ja, je mag ook op de krokodil. Ik zie de krokodil. Ja, die hebben we meegenomen. Ja, want in het moment van dat wij filmen, dat wij vloggen, zijn we zeg maar een dagje aan het zwemmen met ons gezin, zeg maar. En weet je wat ik dan wel heel typerend vind? Nou. Onze eerste vlog, die kun je terugzien, van dagje naar zwembad. Ja, toen ging je ook van die duikplank. In mijn blauwe zwembroek. Hilarisch moment. En die zwembroek, die kan toch niet meer? Ik zal een stukje even laten zien. Zo'n professionele Olympische sport. Komt er nu aan, jongens. Hou je lach in.
Als de eerste vlog. Zo. Papa van de duikplank. Ja, dus je bent al een keer van de hoge duikplank geweest. Alleen dat zwembad wat jullie net zagen, dat bestaat niet meer. Dat is toen de tijd afgebroken. Dat was ook een leuk zwembad. Maar nu heb je dus zo'nzelfde soort duikplank, heb je dan hier ook in Zwolle. En dan ga je vanaf. Maar hey, hallo, Luan en Lucilla. Lucilla is ook al wel eens af geweest. Ik ben er ook wel eens af geweest. En ja, nu moet jij eraf. Ik ben hele spectaculaire met 3-dubbele salto. Pop, pop, pop. Nog veel. Nee. We gaan geen eten en lol maken. Ja, het is niet super lang jongens, dus even een half uurtje dat we heel even dat ze lekker kunnen spetteren. En dan gaan we denk ik even naar opa en oma, we zijn toch gezwollen. Ja, ja. Jongens, wat vinden jullie ervan? En opa en oma. We gaan lekker eten. Ja. En blijven bij opa en oma even hopelijk eten. Hopelijk is de spinazie met oma gaan. Ja. Lux, gordel er even goed om. Ja, goed zo. Oh, wij zijn weer bij het zwembad aangekomen. We zijn er weer jongens. Kijk. Daar zijn we weer. Luxie wil nou al naar zwemlessen, hè? Ach, kijk dan. Ach, dat krokodil. Ach, dat krokodil. Hier hebben we onze kleine jonge man. Die denkt, waar zijn we nou dan? Volgens mij, ik weet niet of... Zijn we met Luxie al een keer hier geweest? Nee, hè? Nee. Nee. Voor Luxie is dit wel de eerste keer. De eerste keer. Stippie, nee, jongen. Luxie is de krokodil. We hebben ook een bandje voor Luxie mee. Luxie heeft de krokodil mee. Ik ga Ja, ga je op de krokodil? Ik was wel een keer mee geweest. Waar dan? Met zwemles? Ja. Oh ja, jawel. In die Maxi Cosi. Luan heeft gelijk. Echt? In de Maxi Cosi hebben we hem wel eens meegenomen. Ja, klopt. Maar ja, nu is het echt geen Maxi Cosi baby meer, zoals jullie zien. Nee. Met zo'n lange benen. Ik heb nog lange benen. Ja, lange benen. Wat doen ze dan nou? Wat doen ze dan nou? Lucilla. Nou jongens, pak jullie even de tassen. Ja, ook een wc daar. Ja, er is ook een wc. Moet je plassen, schatje? Ja, ja, gaan we dan ook even plassen. Ik moet ook plassen. Ja, Lu, neem jij die tas mee? Ja. Allemaal wat? Dan gaan we, jongens. Op naar het zwembad. Ach, Lucilla. Dit ziet er wel heel gek uit, dit, hoor. Mooi kijkje. Gaat het, Lu? Ja. Ja? Iedereen top, jongen. Wij gaan nog een zwemdeukje. Iedereen is op vakantie, maar nee, het is rustig. Met de auto's hier, omdat er geen zwemles is en het recreatiebad niet open is. Volgens mij alleen het wedstrijdbad voor badenzwemmers, hè? Ja, open en alles. Dus, komen de diepzeeduikers. De diepzeeduikers. Ja, dus we konden daartussendoor konden wij heel even gebruik maken van het zwembad. Super fijn natuurlijk dat dat kon. Ja, wat is er, liefie? Op zomer heb ik ook zeeën. Maar toen heb ik heel veel zeeën toe. Oh, echt? Een knuffel geven. Oh, wat schattig. Ze had Lucilla op het schoolplein gezien. En ze ging Lucilla op het schoolplein een knuffel geven. Ja. Dat is lief. Dat is lief. En je zei dat Luxie lippenstift op had, hè, ja, op het schoolplein. Ja, ze was helemaal vol over de ranzen. Even van haar vriendinnetje. Want haar vriendinnetje had lippenstift mee naar school. Had jouw vriendinnetje lippenstift in de zak zitten? Nee. Oh, waar dan? Was het een stift? Ja, een stift. Kan ook zomaar. Eigen nagel. Oh, had je dat met nagels gedaan? Ja. Oh, ik heb haar wel eens geleerd dat je, als je zo met je nagel over je lippen gaat, dat je een rode lippen krijgt. Dat bedoelt ze, denk ik, hè? Maar het is ook helemaal hier. Ook helemaal rood. Ach, was ook helemaal rood. Dag, schatje. Willen we een foto maken? Ja. Nou, gaan we hier weer naar binnen toe? Stupje die lijn. Kijk dan. Ja, lekker weer, hè? Och, jongens. Dit is dan weer even een sentiment, zeg maar, hè? Als we hier zijn geweest. Ja, kom hier lekker naar binnen toe. Nou, jongens, weten jullie nog het hokje? Ja. Waar gaan we altijd? Dat is een hele grote. Er is nu natuurlijk ook nog wel ruimte genoeg. Jullie kunnen ook apart, als jullie willen, maar... We passen nog met z'n allen in een familiehokje. En het familiehokje. De kinderen worden wel steeds groter, maar... Even de vingers snippen, jongens. Nou, jongens, daar gaan we. Hey. Oh, je houdt het vast. Geef papa de maan, papa die krokodil. Probeer wel. Nou, jongens, we kleden heel snel. Ja, inderdaad, we kleden heel snel om, hè. 1, 2, 3. Tada! We zijn lekker omgekleed en wel. Klaar voor? Het zwembad. Nou, jongens. Daar gaan we weer. Dan gaan we weer krokodil mee. Ja, die band mee. Papa de pakezel, die komt erin. Papa de pakezel mee. Ik had Liesje's zwembroek niet gevonden. Nergens meer te vinden. Maar ja, ik had ook gewoon prima zijn zwemluier. Nee?
Dat kan ook een jongen. Ja, nou, eens even kijken. Waar moeten we naartoe? Weten jullie nog? Ja, kunnen jullie het nog herinneren, jongens? Dit is het zwembad. Hier gaat het gebeuren. Ondertussen zijn wij aangekomen in het zwembad. Kijk, dit is het hele zwembad. En daar staat de duikplank. De duikplank is trouwens geen 10 meter, maar 3 meter. Het was iets te hoog gegeven voor mij. Maar in ieder geval 3 meter hoog. En daar gaat Daniel zo meteen vanaf springen met zijn rode zwembroek aan. Kijk, hier zit hij. Zijn we er klaar voor? Ja. Ik heb er zin in, hoor. Ja? Gaat het lukken? We wachten op Martijn. Ja. En dan gaan we even fijn een bommetje doen. Ja, we wachten nog heel even op de regisseur. Die komt er zo nog aan. Zodat hij nog even kan kijken hoe of wat hoe hij dat in zijn gedachten heeft natuurlijk. Maar hij weet namelijk precies hoe de film gaat. En hoe de beelden in de film passen. En als we dan even wachten op zijn aanwijzingen. Dan kunnen we hopelijk het shot in één keer opnemen. Ja, one take. One take. Zijn dat we doen het in een one take. In één keer. Zo vloggen we wel. Maar hè, een film opnemen is vaak toch wat vaker. Maar ja, aangezien we het vloggen, moet het toch wel in één keer goed kunnen komen. Denk ik. Jullie ook even dopper in het water. Ja, dus ja, dat kan ook nog. We hebben ook een nieuwtje. Jullie kunnen vanaf nu op ons stemmen op de grappigste vlog. Dus hieronder staat het linkje. Klik even erop. Want wie weet vallen we dan wel in de prijs. En Lucius? Ja, de grappigste vloggers. Zullen wij dat zijn? Ja, geen idee. Zeker. Ligt eraan. Hè? To be continued. Hoe je van de Duitsland afgaat. Bommetje. We zijn inmiddels niet meer alleen. Met ja. Daar is Martijn. Hé, Martijn. Nou, ik dacht nu een beetje. We gaan dan bepalen hoe, wat, waar. Ik wilde mijn eigen goed springen natuurlijk. En Martijn die helpt ons met het maken van de film eigenlijk. Ja. Dus hij precies zo. Ja, dat is dit... leuk. Dat is leuk. Misschien wel. Gebruik hem dan. Het is ook zo leuk. Nou, Martijn, welkom in de vlog. Hey, hallo. Dan gaan wij even een bommetje doen, hè. En daar is Ronald. Ronald. Nou, ik zeg let's go, jongens. Ja. Hebben we er zin in? Ik ga een hele grote bom maken, hè? Ja, dat doen, hè? Hey, dus geen bommetje voor de vlog, maar een bommetje voor de film. Een bommetje voor de film. Luxie, bommetje. Ah, oh, Luxie ligt op krokodil. Nou, zoomlensje erop. En mama gaat ook met lusjes in het water. En dan gaan jullie roepen, hup papa, hè? Hé, hey, hup papa. Nou, zoomlens zit erop, want dan gaan ze van hier helemaal. Maar daar op het puntje, zie. Zo, nou, daar gaan we dan, hè, Lu? Lekker in het water. Kijk, de Silla Bikkeltje. Hé, hey. Silla een Bikkeltje, hè? Lekker toch? Ja, dit water is 28 graden. Bij ons is het toch ietsje warmer. Maar hier blijf je wel hard zwemmen. Om warm te blijven. En Luxie vindt het helemaal lekker. Nou, toppie. Daar gaan ze, hè. Nou, daar gaan we dan. Met badmeester Ronald op het bankje. En Martijn. En dan gaan we in één keer het bommetje. Zinnen. Ah, het wordt warmer, hè, Lusjes, zie je dat? En dit is de zwembad Lusjes waar je veel moet bewegen. Want hoe meer je je beweegt, hoe warmer het wordt. Oh, kijk eens. Oh, mooi. Hou maar in je arm, schatje. Martijn moet alweer helaas helemaal door naar Tilburg. Bedankt dat je er even was. Nou, ik vond het superleuk. Tot op de première. Ja, zeker. Nou, hey, Luan, geef je een box. Martijn, goede reis. Zella, boxie. En bedankt. Tot dan, hè. Tot de 31ste. Doei. Doei. Nou, en kids, wil je nog even een lekker ijsje dan? Ja. Nou, kom. Het recreatiebad is dan weer dicht. Luxie, ben jij in het keukentje aan het spelen? Wil jij ook een soft ijsje? Ja, komt u maar. Gaan we een soft ijsje. Komt u maar. Gaan we kijken of we een soft ijsje kunnen maken. Komt u maar. Ja, want normaal zijn we vanaf de zwembadkant. Maar nu een keer. Vanaf het restaurantkant, want het zwembad is dicht. Vier soft ijsjes. Ja hoor. Ja, wil je allemaal met spikkels? Ja, ik wil. Mag even aan de hoek komen? Oh ja, naar de kom mee, kinderen. Smikkelen, smikkelen. Ja. Ja, kijk, ach jongens, het zwembad is dicht, zien jullie dat? Maar na de schoolvakantie komen we weer zwemlessen. Oh, zeg je dan?
gedaan. Die zullen wel ook smurf in worden. En dan Luan? Hele blauwe tong hoor. Hele blauwe tong. Ja, daar doen ze het juist voor. Ja, echt, dat dacht ik al. We hebben het hier zo gemist. We kunnen niet wachten tot het zwemles weer begint. Hè, kids? Nee. Nou, kijk eens. Dankjewel. Wat zeg je nou? Wauw. Oh, een blauwe smurf. We gaan allemaal een blauwe. Ja. Allemaal een blauwe. Mama gaat ik heb dan stil, hoe stil. Ach, het hele zwembad. Zie? Zo ziet het eruit als het zwembad slaapt. Alsjeblieft. En welke wel lusjes? Oh, mama, een lusje chocola. Die deden wij samen. Die lust je toch niet, vriend? Die oogjes, hè? Hey. Dat was wel leuk, hè? Dat bommetje. Ja, dat was wel leuk, hè? Hij zit in de zwaaifase. Hij zwaait naar Jan en allemaal. Ja. Kijk eens. Nou, zal papa er dan ook mee in doen voor de zomervakantie? Ja, bijna. Eentje dan. Is het niet als een vakantie, zwolle? Nee, volgende week. Ook was, hè? Ja, wij ook. Alsjeblieft. Nou, dan doe ik voor de zomervakantie maar eentje met de nootjes, hè? Toch? Voor de zomervakantie. Dan komen we weer, toch? Dat is wel weer leuk hier even te zijn, hè? Ja, als je dat bad zo ziet. Maar apart dat het zo stil is, hè? Volgende keer als we hier zijn, is het voor zwemles voor Luxie. Ja, voor Luxie en baby zwemmen we lusjes. Ja. En jullie zwemmen dan mee als de A, B en C, hè, jongens? Want jullie hebben A, B en C hier gehad. Jullie zijn het voorbeeld voor deze. Absoluut. Nou, ik zeg dankjewel. Fijne zomer. En tot na de zomervakantie, hè. Bedankt. Doedeloe. Oh, gezellig jongens. Het weer een beetje een ijzerstukje. En die kleine Luusjes. Hij vindt het ook lekker. Die denkt, dat smaakt naar meer. Oh, hij zit er helemaal onder. Hij zit onder. Ik zal even zijn vetjes pakken, hè. Nou, dan smikkelen we hier nog even op en dan gaan we naar opa en oma. Ja. Want we gaan daar gezonde spinazie met opa en oma ben ik gaan maken. En patjes deze keer. Nee. Wel heel lekker. Lekker toch? Wel lekker. Wij zeggen zwemmen tot na de zomervakantie. Ik ga weer van jou een foto. Ja. Luxie wil vindt het altijd leuk als ik een foto maak van haar met een leeg bord. Dus heel trots dat ze het bord leeg heeft. Absoluut. Dus ze zegt altijd van als ik mijn spinazie op heb moet je een foto maken. Maak een foto. Ook niet ik heb allemaal lege borden met Luxie op mijn filmrol staan. Dat support ik tegen. Hey, daar zullen we vandaag ook in de vlog een foto van maken. Goed? Ja. Maken we een shot op de vlog. Dus voor alle papa en mama's waarvan de kinderen niet hun bordje willen leeg eten, motiveer ze met maak ik een foto van je lege bord. Ja. Dat werkt dus heel dat erg. Dat werkt goed. Super de super. Ja. Nou, zeg maar zwembad, fijne zomervakantie. Ja, na de vakantie gaan we er weer heen. Kom voor baby zwemmen met Lucius en Luxie. Ja. Voor diploma. Ja, ja, jullie zijn dan de begeleiders. Nee. Aan de kant zitten, gaan jullie kijken hoe jullie zwemmen. Ook, ja, maar, ja, jullie mogen meetrainen, borstkrol onderhoud. Ja, je moet je ABNC onderhouden. Ik ben eindelijk blij dat hij niet meer hoeft. Voor de APK. Voor de APK moet je fitten, hè? Hij vindt dat zo leuk. Nou ja, Lucilla gaat meezwemmen, Luan zit als scheidsrechter aan de kant. Dat is ook prima, toch? Ja, ik ga meezwemmen. Ja, mag hoor. Nou, jongens, ik zeg op de opa en oma. Ja. Er is een slaap gevallen. Hij was in slaap gevallen. Dus we leggen hem even over in de kinderwagen. Leggen we lekker in zijn mandje. Want hij had zo lekker meegesparteld. Nee. Nu lekker in het riem. Alle spelletjes. Ja. Riempjes erin. Ja. Ja. Als hij wakker wordt, kan dit niet. Ja. Ah, daar is Asker. Warm ontvangst. Hallo oma. Mooi jurk, ja. Geef maar kusjes, hè. Hallo oma. Krijg je ook al een hoofd? Dit is wel een hoofd. Krijg je altijd een hoofd? En een hoofd. Van nu heb ik een hoofd. Leg maar even in de gang, hè? Denk ik toch? Ja, dan gaan. Waar staat hij dit? Ja. Gespetterd in het zwembad. In het zwembad. Oh, hebben jullie allemaal gezwommen? Ja. Zo, we hebben lekker spelen. Deze, een draaimolen. Op een kleedbouw op een hamer in de tuin. Ik wil niet slapen. Moeten die niet gaan slapen? Ja. Deze wil in de draaimolen. Kijk, oh, even een foto. Ah, leuk. Leuk. Dat is kennis. Kijk, daar heeft papa en nu. Ja, opa en oma hebben visite uit Amerika. Een neef en een nicht zijn. Vanuit oma's, hè? Amerikaners. Van Texas en Ark. Ja, wij zitten te spelen op het kleed. Alles met deze poppetjes, hè? Dat zijn, hoe heet het weer? Little People? Little People. Toch? Kijk, kleine poppetjes. Little People, voor jouw vriendje zijn. Ja, goed, dat weet jij nog. Ja. Ik ken Little People. Ik vind Luxie nog steeds leuk. Als we opa en oma zijn, weet ze altijd dat ze met de Little People. Als we alle Little People uit de schuurkast en spelen. Nou, Lusjes die slapen als een roosje in de gang met de kinderwagentjes. Mijn moeder heeft pret voor tien met onze drie. Twee dezelfde. Deze vind ik echt het leukste. Dit is een draaimolen. Ja, ik vind het leuk, weet ik. En eentje gaat over de kop. Ja, vroeger keek jij op de flat, hè? Ik zeg draaimolen, maar ik bedoel een reusrad. Ja. Op de flat keek je ook altijd een Little People. Hadden ze een DVD van? Little
people. Willen jouw vriendje zijn. Ja, willen jouw vriendje zijn, ja. Leuk, hè? Ja. Nou, lekker spelen, jongens. En wat ruikt het hier weer lekker, jongens. Wat gaan we eten, oma? Ga eens even kijken. Het favoriet, hè? Kijk. Lekkere spinazie. Oma hoeft alleen al. Oma's bientjes van het land. Heeft opa zelf geoogst. Nee, zout. Wat is dat? Zout? Weet jullie wat bientjes zijn, kinderen? Kijk, ja, lekkere hakballetjes. Oh, even filmlicht, hè? Yes. Oh, wat hakballetjes. En bientjes van het land, hoor. Heerlijk. Oh, jongens. Dat wordt weer smullen. Daar een vlieg of zo, of een bij. Doe maar zo. Oeps. En dan doe ik hem maar zo. Oeps. En dan kun je hem zo naar buiten doen. Nee. Och. Dan hoef je hem niet dood te maken. Oma, de dierenwind. Goed, hè? Oma, de dierenwind. Wat een uitvindingen, hè? Wat een uitvindingen, Stella. Hier op mijn buik. Wat een uitvindingen. Klepje dicht. Oh, dan vlieg je naar buiten. Nou, ja, dat is fijn, hè? 1 euro, ben je al. Moeder die weet raad. Ja. Stella. Ik heb iets nieuws geleerd. Ja, heel leuk. blauw, wit, rood. Nee, blauw, wit, rood. Ja. Gekke papa. Ja, net echt. Oh, nou ben je betrapt. Waar moet je beginnen? Nou, zullen we wel opa maar. Hans, moeder. Zwolle, Hansestad. Hansestad. H, 52, 30, 35, 9, 6, 5, 4, 3, 8, 1. Dat is opa's pincode. Hé, hey, shh. Hey, Sella. Sella. Dat is opa's pincode van zijn bankplaats. Moet je niet zeggen. Nou. Hey! Dan weet iedereen mijn pincode! Nou jongens, de spinazie is bijna gaar. Dus gaan jullie de Hello People's weer in de kast uit de luxe? Ja, dan gaan we lekker eten. Spinazie met oma's meatballs. Niet zo gek. Meatballs. Lekker gehaktballen. En kijk eens, een lekkere spinazie van opa en oma. Dat gaat erin als koek. Lekker, lekker. Nou, mag van mama's bordje komen ook. En dan eten we dat lekker met z'n allen op. Ja. Heel smakelijk, jongens. Zo, nou, we gaan lekker eten. Vond je het weer een leuke vlog? Ik doe even de duimpjes omhoog. Geef het abonneren, klik op belletje. En we zien morgen weer een nieuwe vlog. Ja, tot morgen. Doei. 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 De dag, want de tijd vliegt snel voorbij.